Yo mensen, welkom terug in deze nieuwe video. En in deze video speel ik terug Minecraft Survival. Na 10 miljoen jaar speel ik het nog eens. En ik moet zeggen, ik heb heel veel tijd in deze wereld gestoken. Maar niet in de tijd van survival, maar in de tijd om hem te repareren. Zoals jullie allemaal zien, is alles gewoon terug normaal zoals vroeger. Maar achter de scènes was dat niet eigenlijk, want zoals sommigen misschien weten, ben ik overlaatst geswitcht naar Windows 7 en was ik mijn Minecraft Survival wereld kwijt omdat ik zo slim was om die te backuppen. Dus met andere woorden, ik heb dat niet gedaan, hè. Maar zoals je ziet, ja, ik heb mijn wereld terug. En u denkt nu van, hoe kunt u die dan terug hebben? Je hebt toch niet alles terug opnieuw gebouwd? Ik zeg van, nee, ik ben slim geweest. Ooit, toen ik Minecraft Survival deed op mijn channel, vroeger, hè, dus vroeger, gepakt in de zomervakantie, had ik een map download gegeven bij episode 10. En vanaf episode 10 heb ik alles terug, ja, heropgebouwd. Er kloppen wel een paar dingen niet misschien, maar grotendeels zal het wel kloppen. Deze kist klopt sowieso niet. Alleen nog de dingen die ik mij kon herinneren, want ik had dat... Jammer genoeg heb ik in een video die kist nooit open gedaan, dus ik kon nooit niet weten hoeveel ik daarin heb. Dus ik heb mij gewoon nog, wat ik er allemaal in had, zeg maar. Dus ik heb ongeveer nog een beetje geschat hoeveel daarin zat. Ik was zeker dat er sowieso 18 TNT in zat van de 2 woestijntempels die ik heb gevonden. En ook nog zeker 3 stone buttons en misschien ook nog een iron door, denk ik. En meer heb ik er ook niet in gedaan. Zoals je ziet heb ik ook geen eten meer. En ook hier is alles, ja, weer terug weg, want bij episode 10 was dat nog niet. En ja, met de schapen, het enige wat niks was veranderd was bij de schapen eigenlijk. Het zijn al superveel schapen. Ik weet zelfs niet hoeveel schapen dat zijn, maar het zijn er best veel, denk ik. Die! Dus, nu de furnaces bezig zijn, als het goed is moet alles nog werken. Nice, dus mijn automatische furnace werkt nog goed. Alleen door een van de redenen pak ik deze kist altijd wel wat meer op als de andere. Dus dat moet ik misschien ooit nog eens proberen fixen. Ik zal niet weten hoe ik dat moet doen, maar dat zal mij ooit wel eens lukken ofzo. Maar wat ik echt wou doen vandaag was eigenlijk gewoon alle bomen weghakken. En waarom denk je dat, waarom dat ik nu alle bomen wil weghakken? Ik wil er een dorp maken. Dus wat ik later ook nog ga doen is dit hier dichtmaken, dus dit hier gewoon wegdoen. Dat lelijke mine, want ik kan nooit meer in deze mine. Om omstandigheden, ik ga er nooit meer in. Dus dan weten jullie dat gewoon, oké, ja. En ja, dan ga ik zo alle bomen beginnen oppakken. Maar dan ga ik daar wel een compilatie van maken met zo epische muziek. Zo, ja, je kent dat wel, hè. Is deze kist hier ook aan, ja, die is ook aan het gaan. Bijna klaar. Ik wil even gewoon het eten dat er al is hebben. Ja, dank u. Ik doe maar verder. En ja, dan ga ik gewoon beginnen met al die bomen om te hakken. En dan hebben we lekker veel hout. En ik ga natuurlijk trouwens alles ook nog terug, ja, opnieuw planten. Begrijpt je? Dus ja, let's go. Like a Hellcat. Hellcat.
die bomen hakken dacht ik, ja, ik heb al genoeg bomen omgehakt nu. Zoals je ziet aan mijn inventory heb ik daar ook echt al genoeg van gehakt. Ik ga een nieuwe bomenfarm ga ik boven doen, maar niet in mijn berg hieronder. Want zoals ik al zei, ik ga een dorp bouwen. Dus al dat stack wood kan hierin. En ik moet toch wel zeggen, ja, ik heb best veel wood omgehakt. We hebben ook nog best veel mob drops alsjeblieft normaal, dank u. Mobs erop gaat en dat is ook awesome. Dat mag hier. En onze wol van onze schapen, dat mag daar. Potato! Heeft een potato gedropt, jongen! Heeft een potato gedropt! Ik had nog liever een carrot gehad, maar een potato is ook goed. Dus die potato ga ik hierin opbergen. En zie je, mob farm heeft ook zin uit. Misschien ga ik mijn saplings hier ook ingooien. Dit hier. Nee, wacht. Dat gaat echt nog veel gebeuren, man. Nou, ik kan dan perfect stack maken, zo'n blokje, dat weet ik, maar ik ga dat nu niet doen. Nee! Ja, ik kan ook nog mijn nether resetten aan tijd. Dat weten jullie dat, omdat er, ja, omdat die ook helemaal gebukt is geraakt. Don't ask me why. Dat is een best goede nether, dat is eigenlijk wel jammer. Maar ja, boeien. En nog rot flesh. Ja, waarom niet? Ik vind het wel leuk om rot flesh te verzamelen. Dan kan ik ze later zeggen: hey, kijk eens hoeveel rot flesh ik heb, joh. En het wordt al terug vermorgend. Dus dat vind ik ook altijd wel een mooi beeld als het wel morgend wordt in Minecraft. Ja, dat vind ik mooi. Iets mooi. Kom dan! Nice. Ah, man, ik vind het zo leuk om nu eens gewoon een Minecraft Survival aflevering te maken. Dat vind ik gewoon het leukste eigenlijk om te doen. Omdat ik gewoon ook helemaal mijn eigen zin kan doen. Oeh, Apple. Mai, what the fuck, hoeveel... Hey, niet meer. Mai, hoeveel saplings liggen hier, man? Jezus. Er liggen vooral heel veel oak saplings. Dus ik ga nog een heel dorp bouwen en ja, dat lijkt me wel visueel. En daar is nog een tempel, daar ga ik ook nog iets mee doen, misschien ooit. Wie weet. Ik weet dat ik nog altijd heel veel bomen moet omhakken. Dat ga ik binnenkort ook nog eens doen. Hebben nog meer wood. En die flikker daar. Mag ook. Kom aan. Nee. Die is in mijn basis gelopen. Dat is niet oké. Dat mag niet. Fuck hem. Voor de mensen die afvragen, die denken dat ik zoveel pijlen heb, ik heb gewoon Infinity Bow. Daar is nog zo'n fucking creeper. Ik moet niet zien dat ik op een koe zit. Oeh, damn. Nice, een Infinity Bow is echt handig. Jezus. Oké, dank je voor de XP. En we zijn al toch level 15. En jullie zijn heel lekker. Hashtag pestkop. Wie weet. Wat ik nu ging doen. Ik denk gewoon dat ik al deze dingen hier ga wegdoen. Dus, dan kan ik misschien mijn potato planten. Dat is wel een goed idee. Nice. Oh, even jij erop. Ja, wat wilt je ook met al dat wiet? Hashtag roken. Weer een grapje. Wat zei ik toch allemaal? Roken, what the fuck. Ben ik dom. En ik heb hier al heel veel seeds over. Kan ik misschien eens kippen lokken? Dat moet ik misschien eens doen. Oké, en ik heb nog best veel seeds over. Maar dat maakt niet uit. En kijk, dat is gewoon al redelijk hard gegroeid hier. Best grappig om te zien. Dat is al best hard gegroeid, weet je. Omdat het er gewoon, omdat ik zoveel seeds heb. Kijk gewoon hoeveel seeds ik heb. Ik ga gewoon ooit eens de dikste farm van mijn leven, man. Maken. Man. Ja. Die potato ga ik straks al planten. Ik even. Zo, perfect. En geen stick meer. Maar. Oh, wacht. Ik heb hier zelfs nog hout over. Damn. Ik heb ineens. Vroeger had ik gewoon altijd veel te weinig hout. Nu heb ik gewoon overvloed. Ik bedoel, hoe kom ik ineens aan twee fishing rods? Ja, prong te veel in sheet, denk ik. Ja, maakt niet uit. Stik hier wel in. Een fishing rod gaat er me echt niet op maken. Ze. Nice. Hoeveel patatten?
twee patatten is mooi. En nog eens. Even deze verwijderen. Voilà. En ja, hier is dat ding gebleven. En nog eens twee patatten. Oké, mooi. Dan hebben we nu al drie patatten. Dat is echt awesome. En dan ga ik even nog alles dumpen in mijn kistjes. De appels die mogen hierin. Ik heb veel te veel. Just veel te veel. Dan ga ik het voor deze video laten, denk ik. Ja, dan ga ik het gewoon voor deze video laten. En dan gaan we de volgende video misschien wat bouwen ofzo. Wat, ik denk het wel. Ik ga dit offscreen hier wel al dicht maken. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje? Abonneer, zie je de volgende keer. En de volgende keer meer dan. En ja, nog een leuke dag. Doei, lol, hi.